Een 28-jarige man is op vrijdag 16 mei zwaar mishandeld op het stationsplein. Het slachtoffer raakte hierdoor blind aan één oog. Ook liep hij een schedelbasisfractuur en een gebroken oogkas op. Dit maakte de politie dinsdag pas bekend. Vrijdag is een 21-jarige verdachte opgepakt en blijft voorlopig in voorarrest. Maandag is Hein Jaarsma gekozen als nieuwe fractievoorzitter van de D66 in Hilversum. De vacature was ontstaan na de vorming van het college, waarbij Wimar Jeger tot wethouder werd benoemd. Op de Schapenkamp werd dinsdag een auto aangehouden door de politie. De 17-jarige automobilist bleek geen rijbewijs te hebben. De bijrijdster, een 22-jarige vrouw uit Hilversum, werd beledigend naar de agenten en werd aangehouden.